Yo mensen, nieuw hier en welkom terug bij World League Galaxies. Met vandaag aflevering 4 van een serie hier op mijn kanaal. De vorige episode waren we natuurlijk gewoon geëindigd met het vinden van de volgorde van ons Intentional Setup. En vandaag gaan we ook echt daadwerkelijk te werk en aan de gang met deze hele setup hier zo. So, maar allereerst weer heel erg bedankt voor de likes op de vorige episode. Dat waren er geloof ik iets van 120. En wat ik al aangaf voor de mensen die misschien niet de hele video hebben afgekeken de vorige keer: ik ga gewoon zodra de Lucky Blocks zijn, ga ik die toevoegen aan deze pack. Helaas zijn er Lucky ...lucky blocks nog niet geüpdate naar 1.8.9... ...dus daar moet ik nog eventjes op wachten. Maar zodra het zover is, ga ik alle episodes... ...waarin ik geen lucky blocks heb opengemaakt... ...ga ik gewoon de likes ervan optellen... ...delen door 70 en alsnog al die lucky blocks inhalen. Sowieso loopt deze serie ietsjes minder... ...dan ik van tevoren had gedacht. Kan natuurlijk ook, ook te maken hebben met het feit... ...dat ik ietsjes minder upload, ietsjes minder vaak upload... ...de afgelopen weken wegens mijn blessure. Ik kan gewoon niet heel erg lang in dezelfde houding zitten... ...en dat zit ik over het algemeen wel... ...aangezien ik ook gewoon mijn school volledig... ...op de computer moet maken. Dus ja... Het is gewoon een beetje lastig, ik zit een beetje in een lastig parket, maar we gaan er doorheen komen jongens. Hopelijk kunnen we gewoon weer lekker verlaagd zijn op deze episode, maar nu gaan we gewoon lekker beginnen met het bekijken van de setup en kijken hoe we hier gebruik van gaan maken. Ik heb namelijk tussen de episodes door 30 van deze control circuits in elkaar gezet. We zagen de vorige episode al. Deze control circuits zijn te maken aan de hand van botten. In dus gewoon zo'n circuit stamper. Oftewel je plaatst hier gewoon je bot in. Kabam. En dan ben je gewoon helemaal ready to go. En geloof me jongens, het verzamelen van de botten was echt meer werk dan het verzamelen van al die blue gems. Want ja, wat jullie hier eigenlijk al zien. Ik heb hier echt een ongelooflijk goede setup gemaakt. Het vergt er wel een klein beetje tijd. Maar zodra al die dingen staan, kun je het gewoon zo makkelijk harvesten. Jongens, moet je kijken. Bam, bam. Bam, zo, deze gaan we harvesten en deze. En vervolgens gaan we gewoon alles terugplaatsen. En datgene wat we overhouden. Ja, dat gaan we natuurlijk gewoon gebruiken voor de overige projecten. Oké, okay. maar voor nu gaan we dus gewoon kijken hoe we nu verder gaan met het hele setup. We hebben dus deze control circuits in elkaar gezet. En we zagen al dat we die moeten gaan combineren met opnieuw een blue gem. En vervolgens ook met deze stone rings. Die heb ik nog niet gemaakt, maar die maken we dus gewoon simpelweg met wat smooth stone. Ik dacht van dit zal niet al te veel werk op gaan leveren, lijkt mij zo. Oké, okay, maar volgens mij is het wel zo dat je maar eentje per keer kan gebruiken. Dus dan doe je 1, 2, 3, 4. Ja, je kan inderdaad maar 1 per keer doen. Dat is een beetje jammer, maar het is eventjes niet anders. Even kijken hoor, hoeveel heb ik er dan nodig? Even kijken, we hebben de 6 per soul relay nodig. En vandaag hebben we in totaal volgens mij 15 soul relays nodig. Oftewel, 15 keer 6 is dus gewoon 90 van die dingen. Holy shit. En ik heb trouwens ook een manier gevonden hoe je het sneller kan doen. Je deelt namelijk gewoon al jouw smoetsen op in vieren. En vervolgens doe je gewoon per 1 zet setje zeg maar. Doe je gewoon twee keer rechte muisknop. Dus daar komen er een 6. Daar komen er 6. Daar 6 en daar 6. En dan kan je gewoon simpelweg aan deze lever blijven trekken tot je een ons weegt. Zo. En en heb ik als goeds nu gewoon genoeg. Heb ik namelijk in totaal heb ik 92 van deze dingen. En dat zal natuurlijk gewoon perfect uit gaan komen. Heb ik ook nog eventjes het volgende nodig. Ik heb namelijk ook mijn lava voor de episode begonnen eventjes bijgevuld. Zo. En dan gaan we hier aan de hand van dat pooltje lava natuurlijk ook weer wat van die gems in elkaar zetten. Dat heb ik nog niet laten zien volgens mij. Maar het is heel erg simpel. Je plaatst namelijk gewoon hier zo weer in de blow mod. Met natuurlijk ook gewoon de gem mod erin. Plaats je dit, het blauwe goedje. Je laat er gewoon weer wat licht in lopen. En binnen enkele seconden heb je gewoon jouw drie van die gems. Zo, KBM, rechtermuisknop. Kijk maar, Blue Gems. Je hebt ze alle drie. Zo, er zijn er 15 Blue Gems nu dus gewoon binnen. En heb ik nu alle items weten te verzamelen. Om ook echt daadwerkelijk 15 van die Soul Relays in elkaar te gaan zetten. Deze Soul Relays hebben momenteel twee functies. En ik zal ze zometeen alle twee eventjes door gaan lopen. Maar we gaan ze dus eventjes maken. Soul Relay. Ik weet eventjes niet meer precies hoe het moest. Ik ben namelijk het recipe een klein beetje vergeten. Even kijken, hoe staan ze nou? Soul Relay, zo staan ze. Oké, okay. via een crafting table. En dan gaan we dus gewoon 6 Stone Rings combineren met 2 van deze Control Circuits. En in het midden een Blue Gem. Let's go. En dan maken we dus gewoon 15 van deze... Deze dingen. holy shit. Oké. Okay. En wat ik al zei, het heeft namelijk twee functies. Het zal namelijk een soort van ja, checkpoint zijn voor de souls die je zo meteen gaat creëren. Daar kom ik zo meteen op terug. En het is eigenlijk gewoon in het algemeen voor het uittrekken van souls van een, van een dier een Kijk maar. Ik zal het even laten zien. Daarvoor gaan we namelijk twee op elkaar stapelen. Dat is namelijk de functie om souls uit iets te trekken. Dus die gaan we gewoon opstapelen, zo. En waarom doet hij het nou? Wat? Op de een of andere manier ontvangt hij een redstone-signaaltje en vraag me niet hoe. Je moet namelijk een redstone-signaaltje gaan geven. En ik denk dat de makkelijkste manier voor nu gewoon simpelweg is om al een redstone-blok onder te gaan zetten. Dus we gaan eventjes 18 van die dingen pakken. Zo. En dan gaan we hier met wat bloks in elkaar zetten. En die gaan we dus gewoon simpelweg onder de twee torentjes plaatsen. En wat ik al zei, volgens mij krijgt hij inderdaad gewoon ontvangst van dat redstone-dingetje hier zo. Ja, wat de heck, echt jongens, ik zal nooit iets gaan begrijpen van Redstone. Ik snap echt gewoon niet hoe de fuck het soms werkt. Oh nee, 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 dat was niet de bedoeling. Nee, kom hier, kom hier terug in je kooi, terug in je kooi. Ja, dankjewel. Oké, okay, hij zit er in elk geval weer in. En dan gaan we dus gewoon hier zo gaan we het blokje zand gaan we weghalen. En die gaan we vervangen door middel van een redstone. -tje. En kijk maar, dan gaan ze beide gewoon draaien. Hetzelfde geldt. Voor de andere kant, ook daar gaan we iets neerzetten. En vanaf nu kan er gewoon simpelweg een sol uitgetrokken gaan worden. Dit gaan wij doen aan de hand van de lever aan de achterkant. Kijk maar. Hoppakee. Dan gaan we het gewoon zo doen. Natuurlijk gaat alles gewoon simpelweg weer oplichten. Zo, en hier heb je dan vervolgens jouw sol. Kijk, maar hier loopt nu een onzichtbare spin, tenminste, hij is zo goed als onzichtbaar. En deze spin gaan we zometeen de goede kant op leiden. Ik hoop alleen niet dat die weggaat, dat lijkt me in ieder geval niet. Oké, okay. en wat we nu gaan doen, is allereerst hier alles uitzetten, zo. En vervolgens gaan we deze spin vrij laten. Maar ik gaf dus al aan de vorige episode, zodra je de ziel uit iets getrokken hebt, zal die echt gewoon binnen enkele seconden doodgaan. Dus ja, je hebt er niet echt al te veel meer aan. Maar, we hebben natuurlijk nu wel gewoon een soulversie versie ervan. Even kijken, waar is die nou gebleven? Oh ja, waar is hij gebleven, jongens? Ik ben hem kwijt. Oh, daar loopt hij. Echt, hij valt echt amper op, hè? Oké, okay. dan gaan we nu snel over naar de volgende functie van deze Soul Relays. Want ik gaf net al aan dat het een soort van checkpoint gaat worden voor een spin. Dus wat bedoel ik daarmee? We gaan bijvoorbeeld hier weer eventjes een redstone blokje erbij pakken. Of een lever erbij pakken. Even kijken wat makkelijker is. Ik denk dat een redstone blokje makkelijker is om eventjes te doen. Zo. Dan gaan we er dus gewoon weer negen van bij pakken. En dan gaan we hier opnieuw een redstone blok van maken. En dat redstone blok gaan we nu in plaats van op een torentje gaan we op één enkele plaatsen. Dat is namelijk het verschil in functie. Zo. We gaan we hier plaatsen en hier dus een sol relay op. dan wordt hij gepowered en dan gaat de spin ten alle tijde richting die sol relay. kijk maar hij gaat er ook echt daadwerkelijk bovenop staan. op deze manier kun je jouw zielen zeg maar een bepaalde kant op gaan leiden. ik denk dat het in dit geval niet echt bepaald nodig is aangezien we hier gewoon direct aan een gloednieuwe setup gaan neerzetten. maar mocht je bijvoorbeeld zeg maar hier je hele sol spanner hebben en je wil pas helemaal in de verte wil je zeg maar iets met die spin gaan doen, dan kan je hem gewoon richting die kant oplokken aan de hand van deze sol relays. oké, okay. we gaan hem voor nu weer weghalen. het resten blokje kan op zich al blijven staan. Nee, die gaan we ook even weghalen voor nu. Zo. En dan gaan we hier dus gewoon gebruik maken van een gloednieuwe setup. En dit gaan we aan de hand van de volgende dingen doen. We gaan namelijk nu een mooie layout maken hier zo, waarin we wat smoothstone nodig gaan hebben dat we erbij gaan pakken. Smoothstone en natuurlijk ook de Soul Relay zelf. Dus, wat we dan gaan doen is het volgende. We gaan namelijk even kijken hoe we dit aan gaan pakken. Hoe wil ik dit gaan doen? Ik denk dat ik het aan nou de hand van de volgende setup wil gaan doen. We plaatsen namelijk gewoon hier allereerst het midden. Een soort van vierkantje. Of tenminste, het is eigenlijk niet echt een vierkantje. Een soort van dambord van Smoothstone. Vervolgens plaatsen we op de hoeken. Plaatsen we dus gewoon vier setjes van twee sorrelers op elkaar. Dus 1, 2, 1, 2. 1, 2 en 1, 2. Oké. Okay. Dan staat de setup hier zo. Vervolgens moeten we het middelpunt... ...moeten we natuurlijk gewoon zo gaan maken... ...dat de spint aan alle tijden in het middelpunt komt te staan. Maar we zagen net al... ...dit kunnen we dus gewoon super simpel gaan doen... ...aan de hand van Sol Relays. En volgens mij heb ik verkeerd geteld. Want ik heb er nog drie over... ...en volgens mij heb ik er nog maar eentje nodig. Oké. Okay, nou, dat maakt op zich niet uit. In de toekomst gaan we zeker weten... nog gebruik maken van deze Sol Relays. Maar... Voor nu gaan we dus gewoon een mooi puntje maken hier ergens. Laten we zeggen hier. Met een redstone signaaltje er weer onder. Dus gewoon hier plaatsen we een redstone Dan plaatsen we hier de soul relay. En er bovenop komt vervolgens gewoon de smoothstone te liggen. Dan gaat als het goed is de spin. Inderdaad gewoon naar het midden toe van deze dingen. Van deze soul relays bovenop elkaar. En wat we nu als laatste stap moeten gaan doen. Is eigenlijk gewoon simpelweg hier een lever plaatsen. En aan de andere kant een lever plaatsen. En dan zijn we vanaf daar gewoon helemaal ready to go. Ik zal het eventjes laten zien. Heb ik hier nog wat cobblestone ergens? Nou, dat is dus weer duidelijk. nee... Zo heb ik dus wat cobblestone weten verzamelen. En aan de hand daarvan gaan we gewoon twee van deze levers in elkaar zetten. En wat ik al aangaf: eentje komt aan deze kant. En de andere komt aan deze kant te staan. Dan worden ze beide gewoon simpelweg gepowered. Zo en zo. En vervolgens wordt de spin eigenlijk gewoon afgebroken. En dan krijgen we gewoon de beschikking over een gloednieuwe steensoort. Ik zal hem even laten zien. Binnen enkele seconden zal hij namelijk binnen gaan stromen. Kabam, daar zijn ze jongens. Namelijk het zogeheten Predatory Stone. En met dit Predatory Stone kunnen we echt zeker weten, super leuke en super handige dingen gaan doen. Eigenlijk. Eigenlijk moet je dit gewoon ten alle tijden doen. Het eerste wat je met je ziel gaat doen is gewoon deze nieuwe steensoort in elkaar zetten. Want met deze steensoort kun je eigenlijk gewoon simpelweg verder komen met deze hele mod. En dan wil ik ook nog even een ander voorbeeld gaan geven. Het is namelijk niet de enige steensoort die je kunt gaan maken deze predatory stone. Nee, je kunt ook nog andere dingen gaan maken. Bijvoorbeeld van een koe, van een ziel, van een koe. Maar, lopen we ook gewoon gelijk tegen een ander probleem aan. Het is namelijk een andere steensoort, dus ook helaas een andere volgorde. Ja, gelukkig is het over het algemeen wel redelijk veel hetzelfde, weet je wel, meestal hoef je maar één dingetje aan te passen of zo. En natuurlijk heb ik hier in deze kist, tenminste van de vorige episode, heb ik nog een aantal dingen staan. Nou, die funnel werkt sowieso niet, dus we gaan gewoon even lekker dit meenemen. Waarschijnlijk zal wel één van deze drie, zal het neem ik aan wel zijn. Je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ja. oké, okay. dan gaan we deze bijvoorbeeld even weghalen. Die spiral moeten we wel even een beetje gaan onthouden, weet je wel, dat we wel de volgorde gaan onthouden. Maar gelukkig kan ik natuurlijk mijn video's terugkijken. Zo, als goed is, is, dit dan de volgorde. We hebben nu gewoon echt serieus vier splitters achter elkaar. Dit gaat echt helemaal nergens over. Oké, okay. maar volgens mij is dit de goede. Dus dan gaan we nu gewoon alles weer afvinken. Hoppakee, en dat geeft ons een koe. En ook gewoon gelijk een nieuwe Discovery, zoals je hier al ziet. En natuurlijk gaan we nu gewoon de rest eigenlijk op dezelfde manier aanpakken. Namelijk deze gewoon aanzetten. En de andere kant hem aanzetten. En eigenlijk is dan gewoon het eindresultaat ongeveer hetzelfde. Maar dan wel in de vorm van een andere steensoort. Oké, okay, dan gaan we dan binnen enkele seconden en dat is echt ook wel een belangrijke steensoort. En zo gaan we steeds aan de hand van zielen, gaan we nieuwe steensoorten ontdekken. Zoals hier dan Benign Stone. Zo 1 2 3 en vier, en waarschijnlijk zullen we nu ook gewoon in onze knowledge game natuurlijk weer gloednieuwe elementen gaan vinden. Dus ik zal het even laten zien, even erbij gaan pakken. Zo, let's go. En natuurlijk heb je al de Predatory stone staan, met als beschrijving: Just being near this material makes me feel aggressive. Nou, soms word ik van het spel sowieso agressief, daar heb ik geen uh, Predatory Stone voor nodig. <laughs> Maar we hebben nu dus gewoon de beschikking over deze twee soorten steen. Daar wil ik vandaag eventjes geen aandacht meer aan gaan besteden, want we zijn nu dus echt al twee episodes lang bezig met deze mod met Intangible. Natuurlijk een super awesome mod, maar het is tijd voor wat afwisseling. Ik moet namelijk echt hard gaan werken aan een beetje de basic componenten van deze hele wereld, zoals een oorverdubbelingssysteem natuurlijk. Ik heb onder andere ook wat voedselbronnen nodig, want ja, mijn voedsel begint op zich wel een klein beetje op te raken. Ik heb natuurlijk wel een klein beetje uh, stiek hier en zo. Maar ja, 'eerdags zitten we hier gewoon helemaal zonder beesten en zo. En zij is door middel van Intentional, waarmee ik alle dieren gewoon uitroei. En natuurlijk ook gewoon met het killen voor voedsel. Dus ik moet echt eventjes gaan kijken of het misschien een mooi alternatief is. Maar natuurlijk hebben we niet echt de beschikking over de basic mods van verdubbelen, zoals Thermal Expansion, Industrial Craft en zo. Dus we moeten het echt eventjes over een andere boeg heen gaan gooien. Maar laten we deze episode allereerst gaan kijken, dus door de voedselvoorziening. Daar wil ik namelijk allereerst even wat uh, dingen voor gaan verzinnen. Even kijken, op zich is het van nacht. Ik denk dat ik eventjes heel snel door de nacht heen geslapen slapen, dat ik niet voor verrassingen kom te staan. <laughs> Oké, okay, ik heb dus eventjes door de nacht heen geslapen. En opeens stond dit ding naast mijn bed. Wat de hel? Ga even weg. Weg, weg, weg. Gratis en de plom misschien. Ja, nice. Oké. Okay. Maar we waren dus bezig met het opzetten. Tenminste, met het denken van het opzetten van een hele voedselvoorziening. En ik vertelde al dat we nou niet echt bepaalde beschikking hebben over de meeste mods die het normaal gesproken mee doet, zoals Mind Factory Reloaded en zo. Maakt op zich natuurlijk niet uit. Want het is natuurlijk alleen maar leuker om van nieuwe dingen gebruik te gaan maken. En de mod waarmee ik dit wil gaan doen, is de volgende mod. Namelijk Actually Editions. Deze mod, dus de Actually Editions mod. En eigenlijk, stap nummer 1 bij deze mod is het verzamelen van de verschillende soorten nieuwe blokken in de vorm van Restonia, Palace, Diamondine, Void en als laatste ook nog Emeraldic. Allemaal hele vage namen, maar het gaat er nou even op neerkomen dat we hier allereerst een Atomic Reconstructor voor nodig hebben. Klinkt ongelooflijk moeilijk, maar is het eigenlijk gewoon totaal niet. We Hebben namelijk alleen wat Iron Inkerts voor nodig, wat Redstone voor nodig en een Iron Casing voor nodig. Die we ook gewoon gelijk maken met een gloednieuw item, genaamd Black Quartz. Ook heel erg simpel natuurlijk. <laughs> Dus dan zetten we dit nieuwe blokje in elkaar. De black Wards, zo die is dan binnen. En wat heb ik nog meer nodig voor het hele item? Wat sticks en wat iron. Oké, okay, dat moet helemaal goed gaan komen. We pakken gewoon al het iron uit de kist. We pakken ook wat redstone bij, dat heb ik trouwens nog. En dan kunnen we als goed is gewoon dit nieuwe item in elkaar gaan zetten. Brengt dus wel gelijk bij een volgend probleem. Namelijk gewoon het feit dat deze machine wel wat energie nodig gaat hebben. Maar daar gaan we niks snel genoeg voor zorgen. Laten we voor nu dit dingetje... Even kijken, we gaan hem hier neerzetten. Ik denk dat ik het heel eventjes in een andere kamer ga doen. Hier ga ik hem niet laten staan, maar voor nu is het misschien wel eventjes een klein beetje handiger. We moeten namelijk die machine ergens neer gaan zetten. Ergens in een middelpunt, laten we zeggen hier zo. Dat we heel erg makkelijk zeg maar naar alle kanten kunnen gaan komen. Want als je gaat kijken naar alle soorten kanten, dan zie je eigenlijk dat één kant gewoon verschilt van de rest. Dat is namelijk de volkant. Hier zie je namelijk een soort van, nou het is het groen puntje. En hier gaat zo meteen een laserbeam uitkomen. Tenminste, als er power in gaat komen. Want ja, je ziet eigenlijk al dat er 0 van de 300.000 RF momenteel in zit. Dus wat we dan eventjes gaan doen is natuurlijk gewoon even wat uh, energie ervoor zorgen dat dat erin gaat komen. En dit gaan we natuurlijk ook weer doen door middel van deze mod in de vorm van een coal generator. Even kijken, ik zie hem ergens staan, de coal generator. Het is echt een hele grote mod zoals sheet. Met onder andere ook gewoon allemaal armor setjes, tools. Hier zie je allerlei soorten uh, ja, boosts en zo. Je kan koffie maken, je kan echt heel veel gekke dingen hiermee doen. Zo, dan ben ik nog eventjes heel snel mee te minen. En heb ik nu alle spullen verzameld om dus de coal generator van Actually Editions in elkaar te gaan zetten. Allereerst maken we nog eventjes zo'n iron casing die je eigenlijk nagenoeg nodig hebt voor elk blok van deze mod. Maar ja, we gaan hem dus gewoon afronden. Let's go, naast dan binnen de coal generator. En natuurlijk gaan we die gewoon rechtstreeks aansluiten op een van de kanten waar in elk geval niet de laser uit gaat komen. Oftewel, we kunnen gaan kiezen tussen drie kanten. Laten we hem gewoon achter neer gaan zetten voor nu. Dan gaan we er gewoon gelijk even wat coal in smijten. Dat zit waarschijnlijk nog in mijn crafting table. Even kijken, dat ze waarschijnlijk in blijven hangen. Pam, ja, inderdaad, ze in blijven hangen. Ik ga niet meteen al mijn kool erin gooien. Want wat ik al zei, dit zal niet de definitieve plek gaan worden. Maar ik heb gewoon een klein beetje ruimte nodig, weet je wel. Om hier in elk geval wat blokken te kunnen gaan creëren. Dus, we gaan een beetje ruimte vrijmaken. Zodat in ieder geval de laserbeam gewoon rechtdoor kan schieten. En dan gaan we hier nu gewoon wat kool in gooien. Denk er wel aan, dit gaat wel per blok wat je om gaat zetten 1000 RF kosten. Of eigenlijk beter gezegd, per beam die die schiet, gaat het gewoon wat RF kosten. Kijk, zie je? Elke keer als je een blauwe laser schiet, zal dat 1000 RF vanaf gaan. Oftewel, we moeten even snel gaan handelen. Laten we gewoon gelijk even een laplace blok gaan maken. Zo, Laplace-blok gaan we meenemen. We gaan een Diamond-blok bijvoorbeeld meenemen. Ik heb er toch genoeg. Zo, Diamond. Wat Redstone. En dan gaan we gewoon even kijken wat dit dingetje voor ons kan gaan betekenen. Zo, Redstone-blok. Die mag eruit. Vervolgens gaan we een Diamond-blok meenemen. Diamond block, bam. En als laatste stap ook nog een lapis blok. En al deze blokken moeten we dus gewoon, zeg maar, in het bereik van de laser gaan zetten. Oftewel, we gaan er hier eentje neerzetten. En dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. we. Kabam, daar is de allereerste versie. Dan gaan we nu andere blokken neerzetten, bijvoorbeeld de diamond. Dan krijgen we als goed, is gewoon de diamond tine. En dan gaan we als laatste stap ook nog wat redstone er smijten. Zo, die is ook klaar. Diamond tine helemaal binnen. Dus zo nu we alle bloks hebben omgezet, gaan we natuurlijk gewoon dit dingetje weer weghalen maar wat ik al zei. Zolang hij gewoon aan blijft staan, weet je wel, gaat hij elke keer 1000 RF gewoon wasten. Dit dingetje heeft trouwens ook wel een aardige internal buffer, zal ik eventjes laten zien. Namelijk een internal buffer van 60.000, dus die laten we gewoon even lekker opvullen. We halen gewoon één cold eruit en dat nemen we weer lekker mee. En dan kunnen we nu uiteindelijk gaan beginnen met deze hele mod. We hebben nu namelijk gewoon de, zeg maar de blokversie ervan. En die kunnen we allemaal om gaan zetten naar de zogeheten shard versie. En ik zal het even laten zien. Met deze shards kun je eigenlijk gewoon door deze hele mod heen gaan komen. Ik zal het even laten zien. hem, kijk, ik kan je onder andere armor van maken. Maar je kan er ook gewoon machines van maken, zoals de Autoplacer, Automatic, Precision Dropper. We hebben hier ook nog wide Lamps en ga zo maar door en door en door. En eigenlijk zo, op deze manier kun je voor elk kristal weer wat anders gaan verzinnen anders gaan maken en zo. Een super awesome mod dus. Maar nu gaan we even bekijken wat we vandaag hiermee gaan doen. Zo, ik heb eventjes heel gauw wat spinnetjes weten te killen. En dan gaan we nu gewoon onze allereerste nieuwe bron voor voedsel in elkaar zetten. Dit gaan we doen aan de hand van een Diamond Time Crystal. En ook achtstring. Dus let's go, in het fishing net binnen. En die plaatsen we eigenlijk gewoon simpelweg op een bron met water. Kan op een rivier zijn, noem het allemaal gewoon op. Eigenlijk spreekt het denk ik vrijwel voor zich. Die gaan we er gewoon bovenop plaatsen. Even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Ik ga wel even een soort van inhammetje bouwen dat het wel een beetje in het midden zit. Zo, deze kant op. Bam, bam, bam. En dan gaan we hem gewoon hier ergens neerzetten. Laten we zeggen, hier boven het water. Natuurlijk plaatsen we hem gewoon één blokje boven de oppervlakte van het water, zeg maar. Zo. Even kijken. Oh, nu gaat het wel heel raar. Het, het kan zo natuurlijk ook. Maar het ziet er wel een beetje maf uit. Maar ja, het werkt volgens mij wel. Oké, okay, nou ik weet niet helemaal zeker of het werkt, maar mocht het werken, dan kunnen we het eigenlijk gewoon simpelweg een chest bovenop zetten, want zo werkt die eigenlijk. Je plaatst namelijk gewoon het fishing net op het water, tenminste in dit geval dus in het water, en dan zet je vervolgens een chest bovenop. Maar ik vraag me dus echt af of het nu op deze manier gaat werken. We gaan het gewoon zo meteen allemaal wel zien. Mocht het werken, dan komt er nu voor vis in de chest, en anders moeten we dus eventjes alsnog eentje omhoog plaatsen. Dus ja, maar alsnog hebben we nu zeg maar een soort van gelijk effect. Want natuurlijk zit hier nu wel een soort van direct boven het water. Aangezien hier dus geen waterbron meer zit. Dus ja, het is allemaal een beetje mysterieus en een beetje raar op deze manier. Maar ja, het zal hopelijk wel gaan werken. Dan kunnen we ook gewoon gelijk, zeg maar, voor op het land een nieuw item in elkaar gaan zetten. En dit gaan we doen aan de hand van greenhouse glass. En greenhouse glass is eigenlijk niet meer een glas wat je boven jouw gewas gaat plaatsen. Waardoor het gewas sneller gaat groeien. Je kan het eigenlijk gewoon een soort van zien als de Sitchel of the Green Grow van Blood Magic, Weet je wel. Als je ernaast staat dat je eh, krops gewoon Gaan groeien, eigenlijk, soortgelijke functie alleen dat het natuurlijk gewoon geen bloed kost in dit geval. Alleen dat je maar gewoon een item moet maken. En het maken we aan de hand van glas, wat saplings random en ook nog een palace crystal block. En dat is dus gewoon lapis. Die heb ik natuurlijk net omgezet, maar die zet ik dan wel eventjes weer terug om. Zo kabam, die is dan gewoon binnen. En dan gaan we dus gewoon nog wat saplings verzamelen en wat normaal glas. En dan kom ik zo meteen weer bij die terug. <laughs> Zo, dan heb ik dus alle spullen in elkaar gezet. En dan gaan we dus nu gewoon drie van deze blokken in elkaar zetten. Drie van deze greenhouse glass. Let's go. Uiteindelijk ga ik er natuurlijk wel meer maken. Maar voor nu wil ik gewoon eventjes gaan testen of het allemaal gaat werken. Dit kunnen we natuurlijk gewoon heel erg simpel gaan doen. Ik zal eerst eventjes wat blokjes hierboven zetten. Zo. Je moet namelijk gewoon boven het gewas zelf, zeg maar. Dat is gewoon ergens hier zo. Ik zeg maar wat, je gaat hier drie zaadjes plaatsen. Dan kan je dus gewoon daarboven kan je die greenhouse blokken plaatsen. <laughs> En natuurlijk bij het spannen van ons huis hadden we weer al een mooie setup gekregen voor het eh, eigenlijk het neerzetten van crops. Nou daarboven gaan we gewoon deze dingen plaatsen Natuurlijk gewoon de greenhouse glasses En dan ben ik echt zeer benieuwd hoe snel het nou allemaal gaat Maar in de tussentijd gaan we natuurlijk niet stilstaan Ik hoop alleen wel dat het gebied gejungleerd blijft op deze manier Ik wil namelijk even wat verder gaan onderzoeken Daar zo in die building Natuurlijk zagen we al de vorige episode dat er een spinnerspanner zat Maar natuurlijk ook gewoon Nou dit ding werkt echt voor geen centimeter Ik weet niet misschien is die glitch misschien duurt het even wat langer Hier komen we natuurlijk voor de volgende episode op terug En dan zal ik eventjes gaan vertellen of hij gewerkt heeft of iets En dan moeten we misschien een andere setup gaan maken Maar het moet er nou ook voor wel zo en ja dit, uh, ja, dit spreekt denk ik ook al gewoon voor zich. We gaan gewoon lekker eventjes het huisje er verder op toe. En dan gaan we kijken of daar wat mooie dingen te vinden zijn. Wil ik wel allereerst even wat toortjes erbij gaan pakken? Want het is natuurlijk heel erg donker daar zo. Ik neem namelijk wel aan dat die dungeons daar zo nog steeds op dezelfde manier opgebouwd zijn. Voor de mensen die die dingen nog nooit hebben gezien. Het is namelijk zeg maar opgebouwd uit lagen. De bovenste laag zitten vooral zombies en spinnen en zo. Terwijl je op de onderste laag echt gewoon best wel veel monsters hebt zitten. Zoals blazes en wither skeletons en zo. Dus ja, we moeten wel een klein beetje oppassen zodra we echt lager komen in deze dungeon. Maar ik heb er wel een beetje zin in om het te gaan uitproberen in elk geval. Ik heb alleen niet heel erg veel armor zoals je ziet. Eigenlijk, nagenoeg helemaal niks. Maar ik heb wel een redelijk zwaard, dus hopelijk kan ik me een beetje verdedigen daar beneden. Ik ben sowieso niet van plan om helemaal naar de onderste laag toe te gaan. Maar we zien het allemaal wel gewoon. Oké, okay, allereerst gaan we het ding oplichten hier zo. Bam, bam. En natuurlijk moeten we nu gewoon eigenlijk zeg maar de larder gaan vinden naar de tweede verdieping. Dus we pakken onze packaxe bij En dan gaat het avontuur hier gewoon even beginnen. Gewoon even voor de lol. Een beetje avontuur erin gooien kan natuurlijk ook geen kwaad. En we gaan gewoon natuurlijk wel alle spanners gewoon zo snel mogelijk breken. Even kijken, wat is dit? Dit is ook een soort. Oh, dit ziet er echt heel nice uit. Wow, ik. Nee, hey, dit is serieus, jongens. Een jump voor één blokje. En ik haal hem niet. Sick, win, Sick, sick, sick. Oké, okay, maar even kijken. Waarschijnlijk zullen we wel gewoon makkelijker naar beneden toe kunnen naar de voorgaande jaren. Voorgaande versies van de mod. Ik zag trouwens ook al zoiets in de nether volgens mij. Dus misschien moet ik daar ook een keer moeten gaan kijken. Oké, okay, kan ik daarheen springen? Ja, dat lukt wel. Kan ik de chest openen? Dat lukt ook. En dan kan ik hier nou elk geval wat brood van gaan halen. De rest heb ik niet echt nodig of zo. Oké, okay. natuurlijk is het ook gewoon een goede manier, dit, deze methode, om al voedsel te gaan komen. Maar, kunnen we nog steeds gewoon verder naar beneden toe? Volgens mij wel toch? Het is gewoon veilig, neem ik aan. Tenminste, veilig. Oh, veilig. Misschien ook niet zo veilig. Oh, oh fuck. Oh, fuck. Op een schaal van 1 op 10 ben ik aardig. Ja, uh, nah, dit, dit, dit gaat. Dit, dit. Nee, nee. Nee, 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 jongens. Oh my god. Oh my god. Dit gaat niet goed. 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 Wow, dik escape, jongens. Dit was wel een uh, sick ontsnapping. Alleen, hoe ik er weer kwam, hoe ik weer faalde, dat dat dan weer minder. Nice. Oké, okay, ik heb wel even wat meer nodig nu. Wat meer bouwblokjes. Zo. En dan gaan we gewoon lekker omhoog bouwen. Holy shit. Dat was echt één dikke plotwist. In één keer was ik echt helemaal trapped, jongens. In één keer spande echt overal gewoon zombies. <laughs> en echt overal vind ik gewoon van dit soort enchanted bodies en zo. Protection 1, die kan ik op zich gewoon meenemen voor later. Dit is een of ander ander iets. Wat de fuck is dat allemaal, jongens? Holy shit. En even kijken, is die veilig? Hier kan ik in ieder geval wel wat klops vandaan halen. Die ik sowieso mee meenemen bij mijn farm. En zo. En zo gaat het allemaal nog wel goed komen, denk ik. Nether heb ik niet per se nodig. Hier heb ik ook nog wat melons. Wat pumpkins. Daar heb ik ook niet al te veel aan. Daar komt weer een of andere vage spin. Ook die is gewoon lekker dood. En hier zit ook nog een chest. Even kijken, wat zit hier dan weer in? Een splash potion of weakness. Een potion of regeneration. Die gaan we gewoon even meenemen. En nog zo'n vaag ding. Oké, okay, dit is echt allemaal heel raar, jongens. Hier zit ook weer een spin spanner Gaan we wel even oplichten, allemaal. Zo, de spanners zijn nou ook vol niet meer. Oh, dus er zit weer zo'n jacht me. Oké, okay, nou jongens. Het komt dan eigenlijk gewoon op neer dat we hier nog niet helemaal klaar voor zijn. We gaan gewoon weer lekker naar boven toe. Dit is gewoon zo'n trap die ik bedoelde. Als je namelijk gewoon deze trap omhoog ja, gaat volgen, dan kom je waarschijnlijk weer op de verdieping uit waar we net waren. En dan kunnen we gewoon aan de hand daarvan. Even kijken als ik de weg nog weet terug. Hier is ook nog een chest. Nou, nah, niet heel veel aan. Kijk, hier is weer een trap. En zo gaan we eigenlijk gewoon weer simpelweg naar boven toe, naar de oppervlakte. Maar jongens, hiermee zijn we laatst met het einde gekomen van deze aflevering van Worldly Galaxies. Hopelijk heb je al meer van genoten. En heb je hier nou van genoten, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Kijk maar, we zijn gewoon weer helemaal veilig en wel boven aangekomen. We hebben weer een paar uh, goede dingen gedaan in deze episode. Natuurlijk hebben we gewoon het spannen van souls hebben we geleerd. En het gebruiken van souls, het verzamelen van nieuwe stone. En hopelijk hebben we nu gewoon een paar goede methoden. Dus om in elk geval aan wat meer voedsel te gaan komen. Maar dan gaan we in de volgende episode dus gewoon kijken of het Greenhouse Glas ook echt daadwerkelijk nut heeft. Dan gaan we hier gewoon de seats laten staan. En aan de andere kant plaatsen we dan ook gewoon een zonder glas. En dan kunnen we mooi vergelijken hoeveel sneller het dan nou eigenlijk is met glas. In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Worldly Galaxies. Pus!